bij Robert van de Pudde. En kom je hier eigenlijk altijd naar de Bourgogne hier aan. Vervuilste spot eigenlijk. Ik ga er hier al veel gezien. Ik hoop dat we vandaag ook kans gaan hebben. Maar ja, dat is altijd af te wachten. Hè. Kijk. Dat we een beetje verder zit de grauwe klauw hier. En ze zijn er altijd. Maar wat dacht ik? Eigenlijk wat goed kan. Ik vind dat persoonlijk van mijn eigen. Maar dat is onze vliegen. Hoe rap dat ze vliegen eigenlijk? Kan ik direct zeggen wat snelheid dat is. Kijk door hé. Een mist. Je ziet dat van direct. Maar ik zie ook direct 35 km per uur. Hoor, een mijl. 45. Joh, ik zag dat direct, dat was een beetje rabber eigenlijk. Ja, dat is goed weer van nou. Broer, dat zijn onze snelheden, nee, eigenlijk. Ja. Wacht een momentje. Ik klauw door, ja. Wat dat doen? Wat ik nog niet. 36. Kijk, ga kijken, kan niet doen. Dat is een buur van mij. 36. Die nog weet je niet. Oh, een ding, ja, ding dan. 40. Ik kan dat een keer verteld tegen iemand van mijn werk. Dat ik dus eigenlijk goed ben in de snelheid pakken van vuurs eigenlijk. Hè. En die niet al duur is hier. Hè. En dat je hem er eigenlijk toe leidt dat ik ben overgeplotst. Gezegd ik dan heel dan. En je had er dan een hoop prijs hoor. Het niet al sinds. Ja, kijk, ik zou een job letten aan anderen. Hè. Hé, waar hè. Ja, ik ga er al mee heen, mijn shift. Het zal voor een uur kunnen overdraaien zijn, denk ik. Beste. Ja, dat is 55, dat ik al gezien. Ja. Hier een streepje 0. Ja, dat is hier 25 op mijn jaar is, hè. Die rijdt niet om of wit erop. Zuid, mensen kennen mij als voer van Zuid, taxivoer van Zuid nu, heerser over het Zuid, gelijk Karel van Normandië, maar in Gent dan. Jullie zitten nu gewoon in uw zak door zo'n lelijke ding op straat te zetten. Kennen wij als taxichauffeurs, we rijden aan zijn dag, soms vergeten wij dat, we rijden een keer 35 en we worden dan flitskader, ik weet niet hoeveel liggen thuis. Ik vind dat ding zo'n lelijk spel. Ze doen dat beter naast de Belfort, Sint-Niklaas en Sint-Baaf zetten. Het is ook een tour. Ik ga hem blijven volgen. Ik ga hem volgen totdat hij kapot is, totdat hij naar het schoot gaat. Ik ga hem blijven volgen en foto's nemen en met mensen delen om te weten wat het is staan. Al is dat maar 1%. 1%.
van de mensen om te reduceren dat zij onder de inkomsten wat iets minder zijn. Tenminste, ik denk, noem mij een beetje gewoon gelijk mobiel goed. Weet jij dat er iemand in de moneymaker zit? Wat? Zit iemand in, hè? Ja, dat is hier. Niet hier. Nee, echt? Doen. Het is misschien groot, maar dat past er toch in, mensen. Ja, ja, ja. Dan moet je toch in leven hebben als je daarin zit. Wat zou je doen met die persoon als je dat te weten komt? Mijn boetes teruggeven, ja. Ik had hem een keer gaan zeggen. Weet wel. Ah ja, oké, ça va, het is goed. Omdat ik niet. Zo. Dat is een job. Continu flitsen, kijk hoeveel boetes dat ik heb. Kijk, goed simpel. Als je nog één keer met flitsen, die taxi, als je nog één keer flitsen, ook dat je doen opgeven, oké? En te denken, onthoud dat goed, thank you.